papieren Marieke's jongere zoon. Een Hoi. Jongen en een pampe heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt niet als een oor. Maar toch had Proost. Ze me klaar. Ja! Kwek? Hé, hey, Paken, we hadden echt een snieskouwer. Een snieskouwer? Hoe bedoelst? Op uw skelter. Ja, Douwe de Vries. Wit Pakenbol, die het motorke erop zet had. Die had nou echt een snieskouwer op uw skelter maken. En wie ben nou alle dagen op de ijs? Wie maakt ze de baanskin voor de reetrieders? Had Paken al op de ijs west? Ik had van de week al een peker west te zien. Bij de Ein. Bij de Ein? Wat is er met de Ein? Ze kan het meer zwemmen. Al wie kan het meer? Alles leidt dicht. Maat dat dan? Maat ze zwemmen? Echt nooit dat het zo koud is? Ja, beter van al. En meestal vinden ze nou wel een stukje iepen wetter, maar nou is alles dicht verzen. En daarom wie ik er even om te zien of ik daar ik wat aan dwaan koe. Wat kan Paker aan dwaan? Als jij mij helpen, zullen wij een god in het ijsmeidje kennen. Op een plak dat net rieden wordt vanzelfs. Maar hoe krijgen wij een god in het ijs? Het is hartstikke dik. Kappen, mijn bielen. Wow, spannend. En als Paker er dan trots zakken? Dan kan je weer mooi rijden. Ja. Ja. Ze hoegen er net zo lang moeten praten. Pier en Marieke wollen Paken wel helpen. Een oere letter steer ze al op het ijs. Paken had een grutte biele mooi naam en stiet al gauw te kappen. Stikken ijs vleerden alle kanten op. Je moet erom denken dat je geen reetrieders langskomen nou. Of ben. Dan moet ik geen ongelukken ha. Oké. Maar als wij hier haast niet meer binnen, hoe weten de meesten dan dat hier een gat zit? Ik zet er wat takkenkwoord in. Dan sjoggen ze het wel. Daar komt ie aan, een reetrieder. Nou, laat hem maar komen, maar net verder als daar. Ho! Wat krijgen we nou? We binnen jou met dwanen. Je kon wel net wies wezen, ons mooie ijsje wat stikken te slaan. Het is maar een hoekje, heer. Ja, maar waar is dit goed voor? Wat bezielt jou? Als er riet er in, dan is het jouw schuld. We zetten er nog wel een boord bij om te waskagen. Het is voor de eind. Ja. Bij Dierkes moet ik een plekje ha. Hoe gaan ze er al hier aan? Wij meidje een weg om in te zwemmen. Nou, de eind dan, hè? Oh, dat verhoort de zaak. Ja, die vogels vinden je geen even wetter meer. Maar het bloed wat link vanzelfs nou te roen om Riedenbut. Je meid wel duidelijk aan dat je raas in een weg zit. Nou, aju. Tja, maar het wel wat geliek. Ja, je moet eens nog al een waskagingsboord komen. Zo neem net wat meidje kennen. Gewoon een plankje op een peel. Heel simpel. Ja, de kimmel. Houdt genoeg bij u in het hok. Kiest mij, Marieke. Nee, ik wil jou bij Paken. Misschien kan ik Paken wel helpen. Ja. Of was het al misgeert met die bielen? Geen doe maar. Ik blijf hier. Best. Ja. Wilst Paken het wek al grutter en grutter kapt, giet Pier thuis in het hok op ziek naar een peel en een plankje. Al gauw vindt er wat er hamat. Hij timmert het plankje stevig vast en schildert er dan nog een waskoging op. Mooi verven, zodat het goed opvalt. Dan draaft er waarom naar het ijs. Mooi jongen, de wissel weer. Nou, ik ben Jerk was een beetje kleer. Samen had het eerst maar. Marieke en ik had de meeste ijzeren uitgekept, zoals het wel. Dan kan ze maar weer zwemmen die een. En als het treft, houden ze het zelfs wel liepen nou. Je moet ze aansen dadelijk maar wat balen brengen. Oh ja, leuk. Wat maakt dit boord? Nou, dat moet je voorstellen. Wacht je, ik kap even een liets gotje in die is. Dan kan de peel daar mooi instaan. Zie je hem intussen maar wat takkenboord uit de wal? Dan gooien we dat direct nog voor. Oké.
Als de bern weer omkomen met jermen vol takken, had Pake het boert al in het ijs staan. Hè? Wat haast trein ze op schilderen? Les zelfs maar. Pas op. Kwek. Hè? Waar slaat dat nou op? Nou, het is toch schordijn. Kwek. Zijn god in het ijs het een wek. Onhozelen. Oh, dat wist ik net. Ik meende dat je hem kwek zijn. Inderdaad, Pier. Zij is ik wel duidelijk. We letten het mooiste in. Dan weet het eindelijk dat het voor haar bedoeld is.